En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Zo, het is de andere dag, de laatste dag dat we in Slogharen zijn. Morgen gaan we vertrekken. Dus vandaag de laatste dag dat we in het park kunnen. We gaan nu onderweg naar mijn zus. Die is jarig, 50 jaar geworden, hele leeftijd. Dus we gaan richting mijn zus en dan gaan we even een feestje bouwen. We zijn er al bijna, dus vandaar. En dan vanmiddag wil ik toch nog even het park in voor de laatste keer. Want ja, morgen dan gaan we gelijk vroeg al naar huis weer toe. Dus ik wil nog vandaag ook nog even het park in. Dus wat dat betreft gaan we nog even één dagje filmen in Slogharen. Zo, en we staan bij de observatietoren en even een bouwupdate. Voor mij gaan ze hem terugplaatsen, want de kraan die staat er. Er staat nog een wagen van elektro staat er. Dus ze gaan hem weer terugzetten. Terwijl het inmiddels keihard begint te regenen, dus ik kan hem alweer gelijk neerleggen. Want het giet en het stortregent. Maar kijk. Bouwupdate van Slogharen. Bouwupdate. Nou, kijken of het nog regent. Nou, klein beetje nog. Was even een pittig buitje eventjes, maar het is inmiddels gelukkig weer droog. De kabelbaan is nog dicht. En het is nog stil op de Main Street. Aha. En vandaag is zus 50 geworden, dus we hadden net lekker gebakje gegeten. En het is vandaag de laatste dag. Morgen gaan we weer naar huis toe. Dus morgen dan gaan we niet meer het park in. Dus dit is gelijk de laatste Slogharen vlog. Maar we komen hier zeker weten nog wel een paar keer terug. En dan gaan we zeker weten weer een paar leuke vlogs maken. Oh, die is ook nog dicht. Is nog een hoop dicht. Die winkel is wel open al. Die is wel open. En Rosie's Penny Arcade is open. En voor de rest is alles nog dicht, Jan. Is de goldrus al open? Is de goldrus al open? Nee, de goldrus is voor mij ook nog niet open. Aha. Nou, ik hoor wel mensen gillen. Nee, hij is open. Kijk, daar gaat hij hoor, de goldrus. De goldrus is open. Daar gaat de goldrus. Daar gaat hij hoor. De goldrus. Oh, de poort is weer open, dus ze zijn weer vandaag weer bezig. Gaan ze even stiekem even kijkje nemen. Stiekem even kijkje nemen. We blijven wel netjes voor de poort. Maar ze zijn dus volop bezig. Stenen leggen eruit, ze hebben al een stuk goed weggehaald. En voor de rest wordt er nog gewerkt. Nou, we hopen dat het bij het park getrokken wordt, zodat ze weer een paar leuke nieuwe attracties krijgen. Maar ze zijn druk bezig, ze zijn druk aan het stenen eruit halen en het groen bezig, dus ze zijn nog volop bezig. Dus even kijken waar die anderen nou weer zijn, want die zijn ook weer ergens, maar waar? Dan blijven we elk winkeltje blijven ze hangen. Even kijken, ik ga even mijn camera even neerzetten, zo. Hoppa, zo. Ik ga ook even mijn ritsje dicht doen. Zo. En daar gaat de goldrus weer.
Daar gaat de rondbus. Alleen het park, deze is weer dicht. Voor de zoveelste dag op rij is die dicht. En ja, ik ga het eventjes even aan het filmen. Dus ik denk ik ga even, gewoon even wat beelden nog schieten voor de vlog die jullie al gezien hebben. En nou ben ik dus even helemaal in mijn uppie. Maakt niet uit. Ik ga het even, denk ik, even te. Wild West Avenger even in. Heb ik dat in ieder geval nog even gedaan. Ik wil toch nog wel een beetje van het park genieten, want het is vandaag de laatste dag in de Wild West Avenger. En hier hebben we dus weer de Eagle. En ja, dan zit de vakantie er alweer bijna op, jongens. Ik ga zo nog even de Wild West Avenger in. Ik kan het niet filmen, want het is een beetje donker. Dus helaas kan ik het niet opnemen. De Gold Mine. En de Gold Rush. Ik ga toch nog even een klein stukje even filmen. Als die nog een beetje opschiet. Ik heb dus de Gold Rush gefilmd. Die vlog die hiervoor kwam. Ik kwam net te weinig beeld. En ik ga zo nog even de ingang filmen, ook voor die vlog. Het zijn allemaal een beetje rommelige vlogs, twee vlogs door elkaar heen. Maar dat maakt niet uit. Het is de laatste dag. Dus we kunnen niet veel meer filmen. Dus alle minuten die ik nog kan filmen is mooi meegenomen. Daar gaat de, als het goed is gaat hij weer. Ja, daar komt hij. Daar komt dus. Hoppa. Zo, en dat was het weer. Ik ga even lekker naar de Wild West Avenger. Terwijl de Eagle ook al draaien is. Boven me. De Eagle is ook al draaien. En dan ga ik nog even de Wild West Avenger in. Zoals het donker, dus ik kan het helaas niet filmen. Wel jammer. Zou ik het leuk zijn als ze de bouwlamp een keer aanzetten. Dan kan ik tenminste wel filmen. Maar ja. Dat is niet voor iedereen weggelegd, jammer genoeg. Dus ik ga hem er even neerleggen. En dan ga ik nog eventjes de Wild West Adventure in. Zo, en dat was de Wild West Avenger. Nou, het vuur deed het dit keer half.
zowel dat steekvlammetje, maar die grote vlam zal ik niet. Vorige week was die ook al in storing. Nou, even kijken. Ik ga even richting de andere kant van het park bij de ingang. Ga ik even kijken. En dan ga ik daar nog even een stukje opnemen. Tot de goldrus voorbij zust. Hop, daar gaat de goldrus. Dan gaan we van de beginkant ga ik even opnemen. Nog even. Hij is even 50 uur weggeest. Tegen de kinderen. Alle herrie. Oh, daar gaat hij weer. Kijk, daar gaat hij weer. Hoppa. Zo. Gaan we nog even naar de ingang toe. Daar nog even een stukje opnemen van de nieuwe ingang. Ah. Geld heb ik nog. Ah, ik heb er geld genoeg. Dat is een beetje vol, maar ik ga niet eten. Geen trek. Ik zit er helemaal vol van de boterham met gebak, dus ik voel ik wel even geen honger. Hè? Oh. Dan gaan we door de Main Street heen. Hier zijn ze trouwens ook weer bezig. We hebben even een sneak preview. Kijk, had ik vanmorgen ook al gefilmd. Ze zijn dus heel druk bezig. Al het groen eraf en zo. Dus we gaan hopen dat het gauw bij het park getrokken wordt. En dan komen er misschien nog wel meer leuke attracties. Zo, even door de Main Street heen. De schietingen. Waar ik gisteren die grap uithaalde. En hallo. Is dat zo te kijken dat ik aan het filmen was. Dus de Main Street. Die Main Street. Nou, vanaf morgen weer naar huis toe. Oh, het regent weer. Oh, oh. Het giet weer, het giet weer. Abonneren. Is Ultrax. Er zijn weer een paar gasten die willen weer interessant zijn. Bijna 300 abonnees. Abonneer nog even snel, zou ik zeggen, want het is bijna zover. Moet er nog 5 als ik het goed heb, moet ik er nog. Ik zit nu op 295 abonnees, dus nog even 5 abonnees erbij. En dan heb ik de 300, dus abonneer even allemaal jongens. Doe het even en doe even een duimpje de lucht in. Maar abonneer als je dat niet gedaan hebt. Oh, we zijn alweer bijna aan de andere kant van het park. Ik kan ook de kabelbank in nemen. Oh. Maar ja. Oh. Voor mij is het reuzenrad nou weer stil, of niet? Leg het nou aan mij. Voor mij is het reuzenrad weer stil. Kijk. Hij rijdt niet. Ik denk dat hij gewoon stil staat. Zit hij ontzettend met personeelstekort. En dan wisselen ze om de half uur wisselen ze van attractie. Dan gaat de ene attractie dicht. Dan gaat de andere attractie gaat dan open. Even kijken wat ze aan bezig zijn. Oh, ik dacht dat ze weer mensen aandacht vroegen. Even kijken hoor. Hallo. Nou. Net waren ze erbij vanmorgen, maar nu is het weer stil. Dus is er weer even helemaal niks. Vanmorgen was er een beetje activiteit, maar het is nu weer stil. En dan gaan we zo even. Oh, die is ook dicht nou volgens mij, of niet? Die is ook dicht. De oplaaghoop is ook dicht. Ik heb niemand. Ja, loop maar op. Die staan ook stil. De Sky Tower is wel open. Maar wij gaan eventjes hierheen. En dan gaan we heel even het park verlaten. Dan gaan we
gaan we even aan de voorkant. Gaan we even kijken of dat ik even een voorshotje van voorshotje kan maken van de ingang, de nieuwe ingang, even filmen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. De nieuwe ingang. Ik ben zo weer terug hoor. Ik ga alleen even de ingang even filmen. Ja. Oké. Okay. Dus nou zijn we het park uit. Dan gaan we daar weer het park in. Maar ik ga nog even filmen. De beelden wat ik gefilmd heb, hebben jullie inmiddels gezien. Want dat was in de vorige vlog. Maar we gaan even de ingang even filmen. En de brug die er nu nog staat en volgend jaar weg is. En gaan we het wel eventjes zien. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Oh, dit is ook een leuk beeld trouwens, hè? Met een nieuwe ingang op de achtergrond. Nou, doeg! Zo, nou, een heleboel opgenomen. De batterij was nog even leeg gegaan, dus ik moest nog even snel de batterij even vervangen. Gelukkig had ik een reserve bij me. Het is altijd makkelijk om een reservebatterij bij je te hebben. Dus we gaan nu weer terug naar het huisje. In ieder geval weer een hoop gefilmd. En jullie zien de vlog, of jullie hebben de vlog al gezien. En deze vlog van de laatste dag van het park. Op Attractiepark Slagharen dus. De oploopjes staan echt stil. Helemaal niemand, helemaal dicht. Misschien een storing, ik weet het niet wat er aan de hand is. Maar ze doen het niet. Er zit ook niemand bij, dus ik denk dat hij gewoon gesloten is. Wegens personeelgebrek. Dat het gewoon helemaal dicht is. Dat het helemaal afgelopen is. Voorlopig is die dus even dicht. Zo. En dan gaan we weer. Zoals ik al die belde me op. Ze had donuts gekregen of zoiets. Er staat donuts en een bak koffie te wachten. Omdat ze jarig is. Ik weet niet of dat ze het nou van het park gehad hebben. Of dat ze daar zelf betaald heb. Maar dat horen we zo wel. We gaan nou gelijk op stellen. Sprong gaan we weer onderweg. Terwijl je op de achtergrond de herrie hoort van Sky Tower. Schietding. Zo. Dan gaan we maar eens even kijken wat het is. Hè. Even op moe wachten. Ga mee. Dan gaan we maar eens even kijken wat het nou weer is. Hè. Koffie en een donut. Nou, dan gaan we maar eens even kijken. Ook oh, zie je. Kijk, nou doen de holle hops het wel. Net was die gesloten, nu is die weer open. Dus die is ook weer open. Vaait inmiddels wel aardig. Best wel frissies. Zo, best wel frissies. Hè? Best wel frissies. Hè? Het is koud, hè? Het is echt frissies. Zo. Moet helemaal naar achteren. Waar ik er net was bij de Wild West Adventure moet je wezen. Ik weet nog wel een keer dat we daar gegeten hebben in 2000. Toen met papa. Toen zijn we daar een keertje geweest. Dat was in 2000, weet ik nog wel. Toen zijn we daar een keer gegeten. Ja. Reuzenrad draait ook weer. Reuzenrad. Wat zie je? We hadden ook de kabelbank in de pokken. Ik moet een klein stukje heen lopen, lopen we zo weer terug. Het moet weer afgetraind worden. En hier is het nou weer lekker, hier schijnt zonnetje, want daar is een open plek. Dan heb je echt de wind. Zo, het is echt koud.
Ja, volgende 2 uur, ja. Ja, ik heb hem al gezien. Ik heb hem van de week zitten kijken. We zijn van de week met Saske zijn we geweest. Dus, even kijken. De Main Street. Nou, zie je, hij is nog steeds, hij is al de hele week al dicht al. Ze hebben toch gelijk gehad dat die kentekenplaat shop dicht was. Goldrus weg. Roosie Spinny Arcade. Kom maar, even kijken. De wok in. De wok in. Noedels met garnalen. Koepoek. En dan een Chinees winkeltje. Chinese restaurant. Ja. Oh, die was vorig jaar ook al dicht. Oké. Die is nog steeds dicht. Nou. Hier heb ik glijbaan, die wordt echt helemaal niet meer gebruikt. Zal het beter. Zoals die vroeger. Vroeger kon je apart kon je eraf. Dat was veel beter geweest, was het tenminste open. Nu is die meer dicht dan dat die open is. Ja, personeelstekort. Moeten we. Ja, we kunnen ook zo lopen, toch? We kunnen ook zo lopen, we lopen gewoon zo. En hier hebben we de Goldrus weer. De Goldrus. Daar gaat hij weer. De 300ste keer. Zo. Zo, we lopen langs de Eagle. En hoe dat was de Venge. Lopen we naar het restaurant. We gaan eens even kijken wat er is. Oh, ik zie ze al zitten. Zo. Kijk, daar zitten ze al hoor. Stelletje luien. Zitten ze weer lekker te vreten. Hier was ik er net nog, toen was de Venge. En daar heb je kleine Benji. Hey, lekker ding. Hey Ben. Benji. Kijk, vrouwtje. Daar, vrouwtje. Kijk eens. Oh, neem een sput. Nou, Sas, vertel jij wat je overkomen is. Nou, ik ging hier naar die shop. En toen kreeg ik envelop. En daar stond op dat ik gratis koffie
voor 4 personen. En een donut of een muffin. Dus, ja, wel lekker, een beetje perplex. Een beetje perplex. Kijk, we zitten gewoon aan een gratis kopje koffie met een donut. Nou, hartstikke bedankt. Namens het personeel van Slagharen, toch ontzettend tof. Dat is van de totemshop, hè? Ja, dat is van de totemshop. Van de totemshop. Die hebt dat geregeld. Nou, hartstikke geweldig, zeg. Ja, zo maak ik wel eens andere dingen mee. Nou, ik ga hem eens even proeven, hè. Ja, ik had ook die. En het maakt nog lekker ook. En jij geeft een stukje aan de muffie aan die hond, die vindt hij lekker. En ik geef een stukje aan die van die donut en hij eet het niet. Hou je die op. Nou, lekker. Gaat dus een bakje koffie. En ik heb in de gaten. En ja, lekker. We worden gewoon 2 boterham met hagelslag. Een donutje erbij. Nou moet ik jullie nog even toppie bellen, hoor. Ik heb klaar. Ja, die chocolade ging nog wel weer bij. Nou. Die ketelpopje lekker. Ja. Toppie. Zo, en daar zijn we weer. We gaan nog even lekker even om. We gaan nog even een rondje lopen. Oh, hij gaat eerst weer even zeiken natuurlijk. Zeiket. Ga je even kijken, zal ik het even filmen? Nou, kijk, hier heb je ook weer zo'n, weet ik veel wat, invalide, dames, heren, alles. Nou, gaan we maar even wachten. Dan moet hij weer naar de wc toe jouwen. Ah. En dan is het bijna om, jongens. Het is al bij 4. Is het al? Of bij 3? Hoe laat is het eigenlijk? Ik weet nog even hoe laat het is. Ik heb nog 2 blikjes cola. Heb ik nog. Maar heb ik mijn telefoon gelaten. Dan heb ik mijn telefoon ook weer kwijt. Oh, dan heb ik mijn telefoon weer kwijt. Oh, hier zit mijn telefoon. Dus even kijken hoe laat het is. Want ik weet nog eens eigenlijk hoe laat het is. 3:30 al. Nee. Ik ben nog 1/2 uurtje te vroeg. Het is nog 4:30. Dat het al 4 uur was, maar het is 4:30, 4:50. Dus nou, je hebt de Candy Factory, kan je er even wat tevreden halen, snoep halen, weet ik voor allemaal. Nou, en dit was, hier was vroeger de Ocean of Darkness, Jan. Ja. Dit was vroeger de Ocean of Darkness. Dan kan je je rijbewijs halen. Dus Ramon, als je nog je rijbewijs wil halen, hier kun je je rijbewijs halen, hoor. Je krijgt hem bij een pakje boter, krijg je hem, dat rijbewijs. Dus dan kan je je rijbewijs halen. Nou, dat is een makkelijke ding, daar ga ik ook niet in. Hoor je ook kostmisselijk van, zeg. Hè? Dan zou ik ook kostmisselijk in worden in dat gare apparaat dit. Jeetje zeg. Passepartout shop. Ik kan ook gelijk mijn vrachtwagenrijbewijs halen. Nou, dat zou wel mooi wezen. Ik kan ook gelijk mijn vrachtwagenrijbewijs. Is dat ook weer weg? Kijk eens. Oh. Jilg. Doodziek van. Wordt er doodziek van? Wordt er niet dood in gevonden worden? Hè? Wilt er niet dood in gevonden worden? Je hebt weer die, ripse val weer. De ripse val. Hoppa, daar gaat hij hoor. Eens even kijken. Zo, word ik lekker nat in. Het is al zo koud. Als ik nog zeiknat ben, dan is het allemaal zo. Hij is voor mij een beetje lek, is die, want er komt een beetje water uit. Uit het apparaat. Kijk eens. Er komt een beetje water uit het apparaat. Hij is een beetje lek. Ja,
Kijk, hier gaat weer omhoog, het apparaat. De ribs are vol. Nou, echt hoog is het niet, maar het is niet echt hoog. Ik heb er wel eens hoger meegemaakt. Ribs are vol, ribs are vol. En die mijn treinachtbaan, hè? Mijn treinachtbaan. Mijn treinachtbaan. Zie je weer nog eens een keer, hè? Zo. Hier, kijk. Ah, hij moet te pakken, hij moet te pakken. Hé hey Jan, hij moet been te pakken, kijk. Hij moet been te pakken. Rot hij. Rot hij. Katapult, crisis, gunfighters. Hier moet je nog een grote donut hebben. Hier, grote donuts. Ja, ta. En hier heb je die Big Jake Dinnerhouse. Fontein. Jan, ben je aan het vloggen hier ook? Nee. Nee, ik ben mijn tanden aan het poetsen. Dat was hier ook. Ja, ik ga ook richting het huis zien. Nou, dit was al een beetje het park zo. Ja, ik heb alles al 300 keer gefilmd. Dus vandaar dat ik er ook even mee ga stoppen. Ik moet nog een hoop editwerk doen. Dus ik ga het weer even neerleggen en dan... ga ik wel weer even filmen als ik weer wat ga doen. Zo, nou de laatste blik op het park, jongens. Het is bijna zover. Het is bijna afgelopen. Het park is in ieder geval gesloten. Alle attracties zijn dicht. Dus attracties kan ik niet meer in. En dan is de vakantie is over en uitos. Oh, jongens, we moeten nog een paar aandacht hebben hier ook. Like en subscribe. Hoi. 300 abonnees. Bijna. Nou, zou ik nou nooit doen, zelf reclame maken. Dat doe ik nou nooit. Ik maak nooit reclame voor mijn eigen. Zou ik nou echt niet durven. Dat is toch schandalig dat mensen reclame maken voor hun eigen. Dat moet je gewoon niet doen. Kom je aandacht tekort of zo? Ja, volgens mij wel. Nou. We lopen even langs de hopla op. Die is inmiddels ook dicht. Het bovenstuk is al naar beneden geklapt. Dat doen ze altijd naar beneden. Dat heb ik al een keer verteld. Dus, nou, en daar de observatietoren, skytoren zonder sky, dikvol. Die is natuurlijk nog steeds plat. Nou, en dan ga ik zo even richting zus. Want we gaan nog even lekker een hapje eten. Voor mij was het Marokkaanse couscous wat we gingen eten. Nou, we zien het allemaal wel. Ik ga het allemaal wel zien. Misschien ga ik nog wel eventjes een stukje filmen vanavond. Maar in ieder geval het grootste video opnemen heb ik in ieder geval gehad. Ik heb natuurlijk de zweerimpressie net opgenomen. Vandaag die is al online. Als jullie dit zien. En,
nog een verrassingsvideo, maar daar ga ik lekker niks over vertellen. En dan heb ik nog, hoef ik alleen nog maar te editen eigenlijk. En dan is alles een beetje klaar. Zo, we zijn het park weer uit. We lopen nu weer richting het huisje. Jongens, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou, we waren nog wel vergeten. Om te zingen, hè? We zijn nog vergeten om voor de jagerjet te zingen. Verlang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep de piep, ouwe muts! Hiep de piep, ouwe muts! Hiep de piep, ouwe muts! Dankjewel! Ouwe muts! Ja, moest toch eventjes nog even filmen, hè, dat je... Dat is niet niks dat je 50 bent geworden, hè. Dat zul je wel even weten. Zo jongens, zo. En dit is echt het allerlaatste. Dit was mijn vakantie in Slagharen, jongens. Het is het allerlaatste stukje wat ik film. Ik ben net nog even online geweest voor mijn twee kijkers. Hoef ik dus ook niet meer te doen, terwijl ik me eigenlijk kapot schiet. Loop ineens water te schieten hier ook. Kijk, dat ding gaat ineens automatisch aan. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat ding gaat ineens, schiet ineens automatisch in. Een of andere waterput schiet ineens automatisch open. Maar ja, dit was het jongens. Dit was mijn week attractiepark Slagharen. We komen hier zeker weten nog wel een keer terug en ik ga zeker weten hier nog wel eens een keer wat opnemen of dat ik een weekje of een paar dagen hier ben. Maar ik ga dit laatste stukje nog aan mijn laatste Slagharen vlog plakken en dan zit het erop. Ik hoop dat jullie, ondanks alles, ik hoorde alweer klachten van Kevin dat het te lang was. Maar ik hoop dat jullie het allemaal leuk gevonden hebben. Ik hoop dat jullie plezier gehad hebben met mijn vlogs. Ik hoop dat jullie de shows leuk vonden. Ik heb er in ieder geval geprobeerd alles aan te doen. Om er toch een 7-8 leuke Slagharen vlog van te maken. Terwijl ik nou heel erg nat ga worden en heel gevaarlijk ga zitten. Maar goed, dat heb ik wel voor jullie over. Ik heb alles voor jullie over, dat weet je toch. Dus ik... Ik ga hem hier afsluiten vanaf attractiepark Slagharen in Overijssel. Jongens, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Laat even in de comments even een berichtje achter hoe jullie deze week vonden. Of dat jullie het een beetje leuke vlogs vonden. Ik heb het al in de WhatsApp groep heb ik het ook al een klein beetje nagevraagd. De meesten vonden het wel ontzettend leuk. Ja, er zat weer één zeikert bij. Ik zal geen namen noemen. Kevin. Die zat te zeiken dat de video's weer te lang waren. Dus wat dat betreft, neem nog een fles azijn, Kevin. De groetjes van deze kant. Ik zou zeggen, jongens, allemaal bedankt voor het kijken naar deze Slagharen vlog. Terwijl ik het toch een beetje eng vind. En ik ga er even af. Als ik ook saai, nat. Ik ben nog nooit zo nat geweest. Ik ben niet droog te feunen. Nou jongens, de groetjes van deze kant. Laat even een berichtje achter in de comments. Wat jullie ervan vonden. Wat vonden jullie van de Slagharen vlogs? Vonden jullie het een beetje leuk? Beetje te lang draaierig, hè Kevin? Of vonden jullie het helemaal geweldig? Ik zou zeggen, laat het even achter. Want ik ben best wel benieuwd wat jullie van deze week vonden. Het is hard gegaan. Ja, we gingen er naartoe en... Eigenlijk is het alweer zo afgelopen. Een week is eigenlijk zo om. Nou, in ieder geval wil ik jullie allemaal bedanken. Groetjes van deze kant. Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Want er komen nog heel veel leuke video's aan. Slagharen is dan wel voorbij. Maar er komen nog zat leuke video's. Onder andere aanstaande zondag de laatste thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Sparta. Die wedstrijd, daar zal ik natuurlijk wel weer... toe gaan samen met Ramonski en dan gaan we daar ook weer proberen daar een hele leuke vlog van te maken. Nou, hier heb je Randy en Rosie.
Groetjes van deze kant. Jullie weten het. Doei.